Welke ruimte hebben christenen in China nog om hun geloof te beleven? Dit is Uitgelicht. De Chinese overheid wil steeds meer grip krijgen op kerken en christenen. Straks een gesprek over de positie van christenen in China met Tjeerd de Bruin, die 5 jaar lang in Hongkong heeft gewoond. Maar eerst CIRIS. Het Humanistische Verbond wil dat de overheid geen subsidie meer geeft aan CIRIS. De christelijke hulporganisatie, een afsplitsing van de VBOK, helpt vrouwen die ongewenst zwanger zijn en krijgt daarvoor 1,5 miljoen euro per jaar. Dat moet stoppen, zegt het Humanistisch Verbond, onder andere in de Volkskrant. Aan de telefoon Nanja de Loos, maatschappelijk werker bij CIRIS. Goedenavond. Goedenavond. Waarom heeft het Humanistisch Verbond deze aanval geopend op jullie organisatie? Nou, we hebben eigenlijk geen idee. Onze hulpverlening doen wij al jaren zo. En de mensen die wij helpen zijn er heel tevreden over de keuzebegeleiding die wij bieden. Ja. Want merkt u dan dat deze aanval invloed heeft op jullie hulpverlening? Of denkt u dat dat invloed gaat hebben? Nee, wij denken dat het geen invloed gaat hebben op de hulpverlening die wij bieden. Omdat de hulpverlening die wij bieden goed is. We proberen alle kanten van de keuze die de vrouwen en de mannen hebben te belichten. En dat doen wij op een professionele manier zonder daarin sturend te zijn. Dus wij denken dat onze hulpverlening niet zal veranderen. Omdat wij vinden dat het professioneel en goed is. Ja, nu stond er in de Volkskrant, werd er gelinkt naar een onderzoek vorig jaar, waarin stond dat 90% van de vrouwen geen spijt heeft van een abortus. En daar stond in dat CIRIS daar wel iets over zegt, hè, dat vrouwen spijt kunnen krijgen van een abortus. Hoe kijkt u daarnaar, naar zo'n onderzoek? Dat onderzoek is natuurlijk niet voor niks gedaan en dat zou zeker... Dat is natuurlijk zeker waar, maar wij zien, wat wij belangrijk vinden, is dat de vrouwen, als ze voor de keuze staan, een goede keuze maken. En het is ook onderzocht dat als vrouwen, voordat ze een keuze maken, daar goed over nagedacht hebben en alle kanten hebben bekeken en alle perspectieven hebben gezien, dat ze daarna ook een goede keuze kunnen maken. En dat ook betekent dat ze later minder spijt van hun keuze hebben. Ja, denkt u dan dat... Dat is wat CIRIS wil. Ja, denkt u dan dat voorlichting door bijvoorbeeld huisartsen, dat tekort schiet? Nou, ik weet niet of dat tekort schiet, maar ik denk dat het goed is dat we het aantal... ongewenste zwangerschappen verminderen, zodat mensen niet voor de hoef te komen te staan. Ja. Maar door deze aanval, u zei net al, wij merken dat vrouwen tevreden zijn door de hulpverlening die ze bij jullie krijgen. Zijn jullie er wel over aan het nadenken om hier iets mee te gaan doen met deze kritiek, de hulpverlening bijvoorbeeld aan te passen? Hoe zijn jullie daarmee bezig momenteel? Nou, als maatschappelijk werkers vinden we het heel vervelend dat we aangevallen worden op de manier waarop we onze hulpverlening bieden. Omdat wij weten dat we professionele hulpverlening bieden en niet sturend zijn. Hè? Naar onze maatschappelijke code kunnen we dat ook absoluut niet zijn. De keuze voor een abortus of voor het uitdragen van de zwangerschap ligt bij de vrouw. Die kunnen wij niet van hen overnemen en dat willen wij ook niet. Want zij moeten door met de keuze die ze maken. Ja. Wij willen dat het voor hun een goede keuze is. En jullie begeleiden ze alleen daarin op een juiste manier? Ja. Zodat ze zelf de keuze kunnen maken. En alle mogelijkheden hebben bekeken en belicht en besproken. Zodat ze achter hun keuze kunnen staan, welke deze ook is. Ja. Dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Mevrouw de Loos van CIRIS. Het wordt voor christenen in China steeds moeilijker om hun geloof in het openbaar te uiten. Online verspreiden van religieuze informatie wordt verboden. En afgelopen zondag werd ook de grootste niet geregistreerde kerk in Peking gesloten. In de studio Tjeerd de Boer, die de afgelopen 5 jaar in Hongkong woonde. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ja, deze kerk die dus afgelopen gesloten is. Waarom vormde deze zo'n bedreiging voor de Chinese overheid? Nou, ik denk dat het vooral door het succes van die kerk is. Ik denk dat de overheid met name beducht of benauwd of bang is voor grotere groepen mensen bij elkaar. En in het algemeen is dat ook de ervaring uit het verleden, dat zodra kerken succes hebben, ze veel grotere kansen lopen om
Ja, om vervolgd te worden, om problemen te krijgen. En dit is typisch een voorbeeld. Het is een succesvolle kerk geweest, al jaren. En succesvol in de zin van? In de zin van aantallen mensen. De succes echt in algemene zin. Want kerken groeien, kun je zeggen, in China. Dat geldt voor alle kerken die er zijn. En zo'n kerk als deze, zoals er andere kerken zijn, in andere plaatsen. Ja, dat zijn kerken die groter worden. En die door de overheid dus als bedreiging worden beschouwd. Ik denk dat dat de eerste reden is waarom de overheid optreedt nu. Meer dan misschien een aantal jaren geleden. Waarom is zo'n grote groep bij elkaar? Waarom is dat zo'n bedreiging? Want blijkbaar is deze kerk dus al succesvol. Ze besluiten nu dat deze dicht moet. Ja, hoe komt dat? Hoe verklaart u dat? Nou, in het algemeen, de wetgeving, met name op het gebied van religie, maar goed, ook in het algemeen gesproken, is de Chinese overheid bang voor iedere vorm van organisatie, van maatschappelijke organisatie. Dus ook van religieuze groepen. En dat geldt dus voor alle kerken. Je hebt het voorbeeld van een van de grootste kerkgebouwen van de officieel geregistreerde kerk in Wenzhou, in de provincie Zhejiang. Die is een paar jaar geleden gesloopt. Die was notabene met steun van de overheid gebouwd. Echt een soort kathedraal geworden. En die is daarna, misschien ook om dezelfde reden, door de overheid weer afgebroken. Ja. Dus het hangt er maar van af waar dingen gebeuren. Dat is ook een belangrijk onderdeel. Ik denk dat het ook te maken heeft met de lokale autoriteit die vindt dat het wel goed is zo of genoeg is zo. De overheid bepaalt uiteindelijk in China wat er gebeurt en niet gebeurt. En in die zin zijn kerken afhankelijk van wat de overheid besluit. Ja, zeker op het moment dat ze niet geregistreerd zijn, dan is zo'n aanval wel te verwachten natuurlijk. Ja, want de overheid dwingt dus kerken in feite om zich te registreren. Alle kerken moeten zich registreren. Ja, deze kerksluiting is het gevolg van een strengere godsdienstwet. Ja. Die is in februari van kracht geworden in China. Wat regelt deze wet allemaal? Nou, deze wet regelt alle godsdiensten. Er zijn in China 5 geregistreerde godsdiensten. 5 officiële godsdiensten met geregistreerde organisaties van die verschillende godsdiensten. Regelt of controleert alle bewegingen. Dat betekent dat mensen, of je kunt zeggen dat de kerk steeds meer achter de voordeur wordt teruggedrongen, of religie in het algemeen, achter de voordeur wordt teruggedrongen naar het privéleven. Dus iedere openbare uiting van geloof wordt op die manier eigenlijk verboden. En dat is een van de redenen waarom kruisen van kerken gehaald worden. Maar wat voor regels gelden er dan bijvoorbeeld voor zo'n geregistreerde kerk? Dat men alleen maar een kerk mag houden op plekken die door de overheid goedgekeurd zijn. Dus kerkgebouwen en alleen maar binnen die kerkgebouwen. Overal zijn camera's opgehangen. Zodat ze het in de gaten kunnen houden? Ja, dat wordt in de gaten gehouden. En op allerlei plekken nog veel sterker of strenger. Je hebt het voorbeeld van, maar dat geldt dan voor moslims ook in het noordoosten van China, dat mensen GPS-systemen moeten aanbrengen in hun auto om op die manier gevolgd te kunnen worden. Ja, op alle mogelijke manieren gecontroleerd. QR-codes worden toegepast op huizen ook. Dus dat de overheid inderdaad op die manier steeds strenger controleert. Om te voorkomen dat mensen met geloof de straat op gaan. Dat mocht al sowieso niet. Ja, maar waar is die overheid zo bang voor? U zegt het al, hè? Grote groepen, ze willen het allemaal controleren. Waar is die angst voor? Nou, het heeft te maken met het feit dat de Chinese staat een atheïstische staat is. Ja, dus men heeft niks met religie. Men vindt dat religie hooguit dan zich moet aanpassen aan de eisen van de staat, van de communistische partij. En vervolgens is men bang voor organisaties, voor mensen die zich organiseren. En dat is algemeen, dat geldt voor maatschappelijke organisaties in het algemeen, maar voor religie in het bijzonder. Voor alle religies geldt dat. Er zijn allerlei voorbeelden, ook in andere religies, waar juist als mensen zich gingen organiseren, de overheid ingrijpt en echt ook direct ingrijpt. Dus ik denk dat nog steeds het probleem blijft, omdat er is een revival gaande in China wat betreft geloof en religie. Ja, want het groeit dus heel erg, zei u al. De Chinese kerken groeien. Alle godsdiensten groeien. Er is behoefte aan zingeving. Men is op zoek in een samenleving die heel snel veranderd is en verandert. Waar het mensen steeds beter gaat. Maar waar tegelijkertijd mensen ook op zoek gaan naar andere dingen. Naar meer spirituele dingen. Naar eigen zingeving. Niet allemaal gedicteerd door de overheid.
En het geloof is natuurlijk een belangrijk voorbeeld dan. En kerken zijn belangrijke organisaties geworden waar mensen zich organiseren, waar mensen naar de kerk gaan, ja, door de week bij elkaar komen. Ja, nu heeft u zelf jarenlang in Hongkong gewoond. Ja. U bent net terug. Ja. Wat merkte u daarvan? Van, nou ja, bijvoorbeeld van zo'n strenge godsdienstwet, van die controles op kerken? Ja. Ja, in Hongkong is dat is wel het verschil toch met China. In Hongkong was het niet aan orde. Hongkong is gedurende een periode van 50 jaar in een proces van reïntegratie in China. Dus alles wat in China geldt, geldt niet in Hongkong voorlopig. Alleen Hongkong, China controleert ook Hongkong, maar dan op afstand. Dus kerkelijk gesproken is er vrijheid. Mensen kunnen hun eigen kerk beginnen en die wordt niet goedgekeurd door de overheid eerst. Mensen kunnen in die zin doen en laten op een heel andere manier, een vrije manier, dan in China. Ja, komt dat ook omdat het nog maar 20 jaar bij China hoort, dat beperkingen daar minder zijn? Ja, dat klopt. Dat is toen 20 jaar geleden Hongkong terug werd gegeven aan China. Was dat inderdaad een van de afspraken, dat Hongkong in 50 jaar zich zou kunnen aanpassen. En dat proces is gaande. Maar Hongkong heeft nog steeds een eigen grondwet, heeft eigen burgerlijke vrijheden die in Hongkong, die in China niet bestaan. Ja. Dus het is heel belangrijk om dat verschil wel te benadrukken. Ja, maar u zegt voorlopig zijn die nieuwe regels er niet. Wat verwacht u daarvan? Nou ja, men is ook bang. In het algemeen wordt dan gezegd, je weet niet hoe lang de arm van China is, hoe men controleert. En die controle is er ook zeker, maar dan op afstand. Dat is niet een onderdeel van het openbare leven. In die zin wordt mensen niet veel in de weg gelegd. Maar in Hongkong, onder andere de protesten tegen allerlei nieuwe maatregelen begonnen toen het Mandarijn werd ingevoerd als schooltaal, de taal van China. Terwijl mensen in Hongkong Kantonees spreken. Dus dat was een van de eerste grote protestbewegingen in Hongkong. Tegen, laten we zeggen, de toenemende invloed van China. Ja, de Chinese beperking eigenlijk. Ja, heeft u ook wel gemerkt in die zin dat de vrijheid de afgelopen jaren misschien steeds meer beperkingen kreeg? Onder druk komt te staan. De politieke invloed. China bepaalt wie de burgemeester mag zijn van Hongkong. Er zijn politieke partijen die de overheid in China steunen. Die ook die invloed vanuit China ondersteunen. Dus Hongkong wordt inderdaad heel langzaamaan een stad van China. Al is het dan of nog altijd een bijzondere stad. En in het algemeen, er komen steeds meer, ook studenten. Wij hadden ook een groeiend aantal studenten vanuit mainland China, vanuit China. En dat is inderdaad een heel andersoortige relatie die je hebt. Omdat je niet weet wie waar vandaan nou, wie is in China. En zij wel met die beperkingen te maken hebben. En zij hebben met die beperkingen te maken, ja. Ja. Hoe verwacht u dat de toekomst voor Chinese christenen zich gaat ontwikkelen? Ja, nou ja, de afgelopen, laten we zeggen, 30 jaar is de kerk alleen maar gegroeid. In het algemeen kun je zeggen, als je naar de geschiedenis van de kerk in China kijkt, is er sprake geweest van een constante groei. En dat is eigenlijk alleen maar doorgegaan, ondanks alle beperkingen, eventueel ook ondanks de vervolgingen die er ook waren in de periode van de revolutie en de culturele revolutie. De kerk is daardoor niet minder succesvol geworden. En ik denk ook dat dat zo zal blijven. Ik zie dat de kerk doorgaat. Al moet het dan misschien op andere manieren. En al is het met allerlei beperkingen. In die zin heb ik wel goede hoop dat het maar gewoon vertrouwen daarin. Ja, daar heb ik wel want vertrouwen denkt in. U dan dat u zegt, hè, ze zoeken andere manieren. Op wat voor andere manieren zoeken ze dan zo'n kerk in Peking bijvoorbeeld, die gesloten wordt? Die zal zeker dan wel bij elkaar blijven komen. Maar dan in kleinere groepen. Echt bij mensen thuis, zoals veel kerken ook begonnen. Bij mensen thuis. Niet in een kerkgebouw, maar misschien inderdaad in een kamer of een zaaltje. Dus het zal op een wat aangepastere manier. Mensen weten precies hoe ver de overheid dus kan gaan. Ja. En je kunt worden opgepakt. Je kerk kan worden verloren. Ja, ja, ja. Mensen kennen de maar risico's. Maar ondanks die risico's gaan ze wel door. Zijn mensen overtuigd van het feit dat hun geloof voorop staat? Mooi. Dank voor uw komst naar de studio. Tjeerd de Boer. Graag gedaan. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer met de Uitgelicht om 8:30. Tot dan. Dag.